Nazaten van de oorspronkelijke bewoners van Berg en Dal willen de plantage weer in eigen boezem krijgen. Na een lange periode van rust heeft de groep sinds kort de strijd tegen Kersten weer opgepakt. De Berg en Dallers hebben tijdens een persconferentie vandaag meerdere malen benadrukt dat zij de rechtmatige eigenaar van de plantage zijn en daarom weer daarover moeten beschikken. De nazaten zijn echter tot twee keer toe in ongelijk gesteld door de rechter, omdat ze niet konden bewijzen dat ze afstammelingen zijn van de oorspronkelijke Birginingre. Henk Herrenberg, voorzitter van de collectiviteit Berg en Dallers, vindt dat dit vraagstuk niet via de groene tafel opgelost moet worden. Volgens hem is politieke aanpak de beste oplossing. Dit soort eigendom van plantages in de geschiedenis moet je niet via die groene tafel proberen op te lossen. Je moet het politiek oplossen, via de diplomatie. En we gaan nu dus op die politieke toer. Op die diplomatieke toer om het eigendom van die plantage in handen te krijgen van die nazaten officieel. Want het is nooit uit te gaan, Bergen op de Bergeningere, dat blijft. Maar omdat de situatie is veranderd, hebben we gezegd, oké, kijk. Eén, we hebben geen bezwaar dat Kersten een eco-resort daar heeft en toeristen brengt. Om met een kabel over de Surinaamse rivier te vliegen en ze hebben de kano's nog. Berg en Dal is gewoon. Maar het verschil gaat nu zijn dat wij ze toestemming geven. Ze hebben genomen dat die plantage van Kersten is. Maar wij gaan ze toestemmen. Denk aan het andere. Want het is een grote plantage. En wat we nu gaan doen, waar die mensen hebben gewoond. Apernassis Rijfie, Peresma Libi. Dat gaan we nu aanpakken. Herrenberg wil binnenkort een aantal sleutelfiguren, onder wie president Desi Bouterse en kerstendirecteur Antoine Brahim, spreken over dit vraagstuk. Hoewel het geen gemakkelijke strijd zal zijn, is hij ervan overtuigd dat de nazaten aan het langste eind zullen trekken. Bij deze aanpak gaan we praten met de directie van Kersten. Die nieuwe directie, met name Antoine Brahim. Hij is een man waarmee je kan praten. We gaan ook praten met het provinciaal bestuur van de Evangelische Broedergemeente, dat na Amoro Hei Orgaan van Kerkie. We gaan niet praten met de Moravian Church Foundation in Zeist, want zij hadden alles. We gaan praten met het provinciaal bestuur, omdat zij zich heel zelfstandig hebben opgesteld. Dino Mama Kerki, dus zij doen dat. En we gaan praten met de president, Bouterse. We gaan hem uitleggen dat we geen bevrediging hebben gevonden in de twee vonnissen van de rechter. En dat we daarom die strijd gaan voortzetten. En ik denk dat de gemeenschap historisch aan onze kant moet staan, omdat deze fight is eigenlijk een nationale fight. I go on one piece grof sernang. Henk Herrenberg, voorzitter van de collectiviteit Berg en Dallers. Samen met overige nazaten van plantage Berg en Dal heeft hij de strijd tegen Kersten weer opgepakt. De groep wil de plantage weer in eigen boezem.